Groninger Huis is een plattelandscorporatie met een uitgestrekt werkgebied. Gedreven en innovatief als het gaat om duurzaamheid en dorpsvernieuwing. De komende 2 jaar investeren we daarom ook flink om aan onze ambitieuze doelstellingen te voldoen. We verduurzamen onze woningen, maar we willen ook een groene stap zetten voor de energie van onze appartementencomplexen. Te beginnen in de algemene ruimtes. Maar deze gebouwen hebben niet genoeg terrein rondom om zonnepanelen te plaatsen. En ook het dakoppervlak is hiervoor te beperkt. Om de energie toch op een duurzame manier op te wekken, willen we daarom deelnemen aan zonnepark Sunbrook. En daarmee ook gebruik maken van de postcode-roosregeling. De jaarlijkse korting die we hiermee ontvangen op de energiebelasting gaan we actief inzetten in de verdere verduurzaming van ons woningbezit. Alleen, van de autoriteit wonen krijgen wij geen goedkeuring voor dit plan, omdat het zonnepark niet direct en nabij de woongebouwen van Groninger Huis ligt. Maar ons woongebied in Noordoost-Groningen is dun bevolkt en de woonafstanden zijn hier groter dan elders. Groninger Lindorpen zijn soms 5 kilometer lang. In ons gebied wordt zichtbaar dat deze wet en regelgeving haak staat op het regeringsbeleid voor de energietransitie. De energietransitie vraagt om ruimte in regionaal maatwerk. Dus sta ons toe om groene energie in te zetten op een afstand die past bij ons woongebied. Alleen dan kunnen ook plattelandscorporaties woningen betaalbaar, leefbaar en duurzaam maken.